naam is Ans Eestermans. Ik geef normaal gesproken de kanslessen op de universiteit. Helaas gaan die nu niet door. Maar ik wil je wel meenemen in een aantal oefeningen. Oefeningen ter voorkoming van klachten aan nek en schouders. En wat vooral het bovenlijf lekker losmaakt. Doe je met me mee? We beginnen met de voeten te plaatsen op heupbreedte. En dat is dat er een voet tussen kan, tussen twee voeten. Dan staan ze recht onder je heupen. Strek je lichaam op, hoofd op. Je kin mag je een beetje intrekken. Je schouders zijn laag. En adem in. Tot zo diep mogelijk. Als het kan, tot onder je navel. Blaas uit. Adem in. En blaas uit. Doe het nog een keer. Adem in. Tot in je buik. En blaas uit. Dan mag je je armen rond je lijf, rond je lichaam laten swingen. Lekker los. En je hoofd gaat mee naar achteren. Ene kant adem je in. De andere kant adem je uit. Mag je ogen een beetje naar beneden richten of je ogen sluiten, wat je zelf fijn vindt. En doe vooral de oefeningen langzaam. Dat geldt voor alle andere oefeningen die nu komen. Doe het lekker langzaam. Dan ga je je schouders om en om rollen. Rol je schouders van voor op naar achteren en wissel. Adem in. Blaas uit. Adem in. Blaas uit. Adem in. Blaas uit. Doe het vooral langzaam. En gecontroleerd. Inademen. Uitblazen. Je armen mogen weer rond je lichaam. Losjes. Het hoofd gaat mee. Adem in, blaas uit. En rol je schouders. Blaas uit. Adem in. Blaas uit.
je knieën en je armen die gaan een wat grotere swing maken. Op. En op. Opnieuw let je op je ademhaling. Adem in, blaas uit. Het hoofd volgt de arm die naar achteren gaat. En je knieën die doen losjes mee. Los, los, armen los, los. De armen die zijn voor en achter even hoog. Om deze oefening wat powerful te geven, wat power te maken, kun je gebruik maken van gewichtjes. Als je geen gewichtjes hebt, kun je ook een flesje water pakken in elke hand. Het geeft ongeveer een gelijk gewicht, zeg maar. Het flesje kun je ook wat voller doen of wat leger doen, naar gelang dat je zelf behoefte hebt. De volgende oefening is twee handen naar voren. Probeer de duim onder je navel te houden. Dan maak je een grote open beweging. Je elleboog die blijft een beetje gebogen, ook als je arm achter je is. Dus dan is je elleboog achter het verste punt. En die licht gebogen elleboog, die zorgt ervoor dat je elleboggewricht niet optimaal belast, maar nog steeds, waarbij je nog steeds goed de oefening kunt doen. En waarbij je de voorkant, dus je borstgedeelte, de borstlijn, mooi opent. Schouders houd je naar beneden. Je voeten staan nog steeds op heupbreedte. En zorg dat je jezelf lang maakt. En lang maken, dat is vanaf het middenrif opstrekken. Heb maar het idee dat je door je kruintje het plafond ingooit. Armen los. En los. En los. Nog een keer de oefening. 1. 2. 3. Armen houd je laag. Zo mag je de gewichtjes wegleggen of je flesje water. In de volgende oefening gaan de armen naar voren, dus vanuit je navel naar voren. Open je lijf, je borstlijn vooral. Dan draai je de duimen van naar voren en dan vervolgens naar achteren. En je armen die beweeg je ook naar achteren. En dat ziet er zo uit. Je knieën, daar is de spanning vanaf.
armen zijn naar achter, zorg dat je opgestrekt bent. En dan gaan de armen naar elkaar toe. En die armen die gaan vanuit het schoudergewricht naar achteren, dus je borstlijn die open je. Blaas uit. Schouders houd je laag. Dan gaan we de armen liften tegelijkertijd. En op. 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 Houd je navel een beetje aangespannen. Zorg dat de knieën ontspannen zijn. Blaas uit. Schouders houd je laag. Hoofd is op. Knieën zijn ontspannen. Buig je knieën en de armen die mogen weer los. Adem in en blaas uit. Adem in. Blaas uit. De volgende oefening is met twee handen op de rug. Voeten op heupbreedte. Zorg wederom dat je opgestrekt bent. En we gaan naar voren. En. En. Zorg dat je in een rechte lijn bent. Een rechte lijn is hier een hoek van 90 graden. En kom weer omhoog. Als je omhoog komt, dan hoop ik dat je je bilspieren gebruikt. Want je bilspieren, je billen, die geven support aan je rug. Het zijn oefeningen ter voorkoming van klachten aan nek en schouders. Maar ook de billen en de benen zijn een onderdeel van je hele lichaam. Dus ga rustig door met de oefening. Het hoofd is in een mooie rechte lijn met je ruggengraat, met je rugwervel. Deze oefening die mag je best wel vaak herhalen. Maak je lang. Strek op. Zorg dat je een open schouderlijn hebt. Blaas uit. Adem in. Schouders blijven laag. Dan mag je knieën buigen. Zoals bij een squat. Dus het gewicht is naar achteren. Probeer de knieën zoveel mogelijk boven de enkels te houden. We gaan de armen op. En los. En op. En los. Op en los. En vijf. En zes. En zeven. En acht. En dan ga je om en om. En twee. En drie. En vier. En vijf. En zes. En 7 en 8. Hand op de bovenbenen. Maak een lichte bolle rug en begin met de onderste werveltjes van je rug. Ontspan. De
Rol langzaam op. Strek op, maak je lang. Hoofd op. Trek je kin een beetje in. Blaas uit. Dat gaan we nog een keer doen. Dus we beginnen eerst met de good morning. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Blaas uit. Open je borstlijn. 4. 5. 6. 7. Buig je knieën. En met de volgende oefening kun je ook de gewichtjes weer bij gebruiken. Dus armen voor. En 1. En 2. Zes, zeven. Opnieuw volgt je hoofd, de arm die achter is. Handen boven op de knieën of op de bovenbenen. Vanaf de onderste ruggenwervels ga je rug ontspannen. Klein beetje. En rol op. Maak je lang, wervel voor wervel. Als je weer opgestrekt bent, adem in, blaas uit. Zet je armen maar los. Dan mag je je schouders een heel klein beetje draaien. En het moet aanvoelen alsof dat je een soort van een massage hebt. Heel zacht, heel smooth. Adem in tot in je buik, als het kan tot onder je navel. En blaas uit. Buig je knieën, schud je schouders los. Voor de volgende oefening doe ik even een stapje naar voren. Dan kun je beter zien wat ik met mijn schouders doe. We gaan de schouders optrekken, zo hoog als je kan. Langzaam loslaten. Trek op en rol de schouders naar voren. Trek op, terug naar het midden. Trek op, rol je schouders naar achteren. Rol ze terug naar het midden. En trek op. Blaas uit. Ik zal het van de zijkant laten zien. Zorg dat je opgestrekt bent. Maak je lang. Trek je schouders op. Adem in. Blaas uit. Schouders los. Trek op. Rol je schouders naar voren. Terug naar het midden. Trek op. Rol je schouders naar achteren. Terug naar het midden. En trek op.
armen los. Doen we nog een keer. Zorg dat je lang bent. Hoofd is op. Mag je kin een klein beetje intrekken. Strek op. Als het kan tot naast je oren. Armen die zijn lang. Blaas uit. Trek op. Rol je schouders naar voren. Terug naar het midden. Trek op. Blaas uit. Trek op. Rol je schouders naar achteren. Terug naar het midden. Trek op. En langzaam neer. Rol opnieuw je schouders heel smooth. Adem in. Blaas uit. Buig je knieën. Schud je schouders los. Adem in. En maak je lang. Dan gaat je rechteroor richting je rechterschouder. Houd dit een paar tellen vast. Een seconde of 20 zou optimaal zijn. Ik heb geen stopwatch. Doe het op gevoel. Langzaam terug naar het midden. Nu maak je jezelf weer lang. Rek uit. En dan gaat je linkeroor naar je linkerschouder. Armen zijn ontspannen, schouderlijn is ontspannen. Richt je op je ademhaling. De kaken zijn los. Dat betekent dat je lippen een beetje van elkaar zijn. Adem in. Tot onder je navel. Blaas uit. Buig je knieën en dan mogen allebei de armen op, rek uit, adem in en dan mag je langzaam los. Schud je bovenlichaam los. En dan kom langzaam terug omhoog. Buig je knieën. Goed. Dank jullie wel. Ik hoop dat je deze oefeningen een paar keer per dag kunt doen. 2-3 keer per dag. En je zult merken dat de bovenkant echt wat losser is. Graag tot de volgende keer.